Je hebt het steeds een cadeautje genoemd. Met deze groep werken en dit WK. Ja. Is dit een cadeautje waar je veel plezier aan beleeft? Of is dit een cadeautje wat je met Sinterklaas krijgt, één keer mee speelt en dan in de hoek gooit? Nee, zeker niet. Nee, het is wel Sinterklaas tijd, maar het blijft een cadeau. Ik vind het ongelooflijk hoe deze jongens samen met elkaar die verantwoordelijkheid kunnen oppakken. En ook al die meetingen moeten ondergaan en dat met een glimlach doen. Alles moet in korte tijd. De voorbereiding was kort, ja. Ook de tijd tussen de wedstrijden hier. Beleef je daardoor ook intenser? Nou ja, het is natuurlijk een elke dag is vol met afspraken, met activiteiten enzovoorts. Dat is natuurlijk niet thuis als ik op de bank zit en een krantje lees. Dan is het anders. Maar het geeft zoveel energie terug, omdat we zitten nu al in de kwartfinale. We moeten tegen Argentinië. Nou, Argentinië is nou juist dat land waar we de laatste keer door penalties uitgeschakeld zijn geworden. Dus we hebben nog wel een rekening te vereffenen. Ja. Kun je het plan trouwens van 2014 uit de kast trekken en dat... Nee, het voetbal is geëvolueerd. Dat heb ik proberen uit te leggen net aan de media. Was wel moeilijk, maar het is me uiteindelijk wel gelukt, geloof ik. Maar we hebben nu te maken met compactere defensies. Bijna alle toplanden voetballen zo. Dus dan wordt het voor ons ook heel moeilijk. Ja, maar omdat het zo kort is en zo snel achter elkaar, is er dan nog tijd om te genieten? Ja, ik geniet van de wisselwerking tussen mijn spelers en mijn staf. En de staf die wij met het Nederlands elftal begeleiden. Hè? Dat is een fantastische spirit. We zijn hier 3 weken. Er is nog geen onvertogen woord gevallen. Nee? Iedereen is op tijd. De discipline is geweldig. Al die meetingen die spelers moeten ondergaan, dat is niet al gemakkelijk. Ja, je hebt een bijzondere band met de ploeg. Dat zeggen de spelers zelf, die geven dat ook aan. Dat blijkt uit appjes en zo. Is er iets of een moment geweest waar voor jou zelf uitblijkt dat de spelers je ook anders zien dan alleen maar als coach? Nou ja, dat komt de manier waarop ze mij benaderen natuurlijk. En ja, dat is ook op een misschien wel meer vriendschappelijke manier dan normaal het geval is. Maar ja, dat is subjectief. Dat is omdat ik dat zo ervaar, maar dat hoeft niet zo te zijn. Nee, maar merk je dat in gesprekken of hoe ze goedemorgen zeggen of berichtjes sturen? Nou, ik ben degene die goedemorgen zegt. Nee, daar ga ik niet over uitweiden. Wat? Omdat het ook iets privés is. Ja. Ja. Dat blijft binnen de muren van het hotel? Nee, op dit moment wel. Op dit moment vind ik het belangrijk. Alles wat bijdraagt aan de spirit en aan de overwinningskans van het Nederlands elftal, daar moet je niet al te veel over vertellen. Je staat nu in de kwartfinale. Je hebt vast heel veel andere landen al gezien en veel wedstrijden gezien. Welk land maakt tot nu toe de meeste indruk? Ik zou het niet weten, want ik heb Frankrijk nog niet bekeken. Ik heb Argentinië wel bekeken natuurlijk. Brazilië heb ik gisteren ook een stuk van gezien. Vond je van? Nou, die spelen eigenlijk hetzelfde voetbal als het Nederlands elftal, hè? Vanuit een compacte defensie schakelen ze heel snel om. Ja, wel iets het gekke is dat ik dan in de media lees van mijn vrienden dat sprankelend voetbal was. Ja. En terwijl wij dat ook hebben gedaan. En wij hebben ook gescoord. Ja, maar het was wel iets frivoler. Nee, onze goal was veel mooier. Die goal zeker. Dat was een team goal. Dat gaat boven alles uitstijgen. Ja. Ja? Ja. Is dat het mooiste moment van het WK tot nu? Ja, tot nu toe wel, ja. 20 keer in zo'n hoog tempo. Ja, dat was echt een super goal. Is er dan een land waar je bang voor moet zijn? Nou, in principe zijn al degenen die in de kwartfinale spelen natuurlijk toplanden. Ik had ze ook voorspeld en ze zijn allemaal doorgekomen. Dus het is allemaal niet zo vreemd. En er zit ook nog wel verschil in toplanden. Dat hebben we gezien. Duitsland en België zijn eruit. Ja, dat zijn ook toplanden.
Alleen niet op dit WK. Ja. Succes. Dankjewel. Dankjewel, tot dank. Ja, je hebt gisteren je hebt van de week geoefend als cameraman. Ja, ik heb het ook even gedaan. Tenminste, ja, zulke dingen vind ik altijd leuk om een keertje te proberen, maar het is nog best wel lastig. Vond je het wat? Ik vond het wel leuk om even een keertje te doen, alleen de beelden waren niet heel erg scherp. Maar ja, goed, dat is ook niet zo vreemd als je het voor de eerste keer doet. Nee, dat is waar. Maar is er wat voor de toekomst? Nee, denk het niet. Denk het niet. Nee, maar je weet het nooit. Eerst maar zo lang mogelijk keepen, ja. Vermaak je je een beetje? Ja, ik vermaak me zeker. Alleen soms heb je wat periodes dat wij in de middag wat vrije uurtjes hebben. Dan gaan veel jongens gaan even slapen. Ja, slapen doe ik niet overdag. En ik ben niet de type die stil kan zitten. Dus dan kom ik overal even binnen gaan wandelen om een beetje te kijken. Dus ja, daarmee vermaak ik me wel. Maar je kunt gewoon niet slapen overdag? Nee, ik zeg altijd slapen doe je s'nachts. Dus nee, 's middags slaap ik eigenlijk nooit. Is dat dan een ervaring die nieuw voor je is? Nee, eigenlijk niet. Want in Italië heb ik ook gespeeld en daar was het eigenlijk ook zo. En toen deed ik het ook niet. Nu doe ik het ook niet. Gewoon puur omdat het niet kan. Als je lang genoeg ligt, dan zou je vanzelf wel in slaap vallen. Alleen, ik ben gewoon energievol. Ik kan niet stilzitten, dus ik doe liever andere dingen. Ja. Wat is het mooiste tot nu toe? Het mooiste tot nu toe? Ja, ik leef per wedstrijd. Dus het mooiste tot nu toe is de afgelopen wedstrijd tegen de VS. Ja, en dan de eerste minuten? Ja, als je dan wat balletjes kan pakken als keeper zijn, is dat alleen maar goed. Weet je dan ook, dit zit goed? Ja, als jij de eerste bal voor een keeper is belangrijk. Als je die pakt, ongeacht wat voor bal het is, dan heb je altijd het idee van oké, ik zit er beter in als dat je natuurlijk één gelijk om je oren krijgt. Want dan, dat had ik bij Ajax toen op dat moment. Ja, dan ben je alleen maar naar de klok aan het kijken. Dus ja, dit gaf wel een heel goed gevoel. En als team zijn, hebben we het denk ik heel goed opgepakt. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Daarom sta je hier nog. Daarom staan we hier nog, alleen daar zat ik ook niet over in. Geldt dat trouwens dan ook voor de allereerste bal op dit toernooi? Dat je daar even doorheen moet en dat het dan de spanning weg is, het gevoel goed is? Ja, natuurlijk. Wat ik zeg, voor een keeper is dat altijd goed. Alleen spanning heb ik niet echt als ik heel eerlijk ben. En dat klinkt misschien heel vreemd of dat mensen zeggen, ja, hij doet zich anders voor dan dat hij is. Nee, ik probeer alles gewoon op een juiste manier te doen. En als ik dat denk, dan gaat dat meestal gewoon goed. En wat ik altijd zeg, iedereen maakt fouten. En die zal ik ook ongeacht gaan maken. Laten we alleen hopen dat dat nu niet gebeurt. Ja, nog een paar wedstrijden duren voordat het zover is. Zo is het. Ja. Het is een nieuwe ervaring voor je. Komen er ook hele andere dingen bij kijken dan dat jij ooit meegemaakt hebt? Of waarvan je niet wist dat dat er ook bij hoorde? Nou ja, alles is hier luxe. Hè? Dus die luxe die was ik helemaal niet gewend. Hier is heel veel media, wat ik ook wel leuk vind. En ook normaal vind. En dat hoort er ook bij. Ook zoveel ben ik ook niet gewend. We zijn gisteren, waren we een dagje vrij, zijn we met een bootje gaan varen. Ja, zo'n bootje is voor mij ook nieuw. Zoveel luxe. Bootje van dit formaat. Bootje van dit formaat, alleen daarom is het wel heel leuk om mee te maken. Daar kan ik dan wel van genieten dat je dat een keertje mee mogen maken. Ja, maar als je ook gewoon kijkt naar het keepersvak, het uitoefenen van je werk, is het hier anders dan? Nee. Nee? In mijn optiek verandert dat niet. En natuurlijk is dit het grootste evenement wat je maar kan bedenken. Maar nee, zo bekijk ik het niet. Maar ben je meer aan het analyseren ook, video aan het kijken? Ja, dat doen we hier sowieso heel veel. Alleen ik moet eerlijk zeggen dat we dat bij Heerenveen ook al veel doen. Dus nee, daar zit niet een heel groot verschil in. Daar ben je sowieso al veel mee bezig. En volgens mij is dat goed, want je moet met je vak bezig zijn en dat is een onderdeel daarvan. Ja, want kijk je dan alle tegenstanders en weet je precies wat ze doen? We krijgen alle beelden door van de tegenstanders. Het is maar net wat je zelf wil kijken. Alleen, voor mij zijn natuurlijk bepaalde diepteballen die ze spelen om kort achter je defensie te zitten, is belangrijk. Schoten, of ze naar binnen komen of naar buiten komen. Hun drukmoment als we in balbezit zijn. Er zitten altijd momenten tussen die je zelf graag even wil zien. Ja. En die bekijk ik dan ook. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, dit is een WK, dat je toch net even iets meer doet en meer bekijkt dan een gemiddelde eredivisiewedstrijd. Ja, weet ik niet. Want nee, ik bekijk gewoon dezelfde dingen die ik daar ook bekijk. De dingen waarvan ik denk dat ze goed voor me zijn. En om nou van iedereen de schoten gaan te bekijken, ja, dan ben ik een hele dag bezig. En op het moment doen ze waarschijnlijk toch wat anders. Dus je moet altijd klaar zijn daarvoor. Ja, uiteindelijk moet je gewoon tegenhouden. Ja, daar gaat het om. Ja. Eén ander ding nog. Ben je blij met de kleur van je tenue? Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind het op zich een prima kleurtje. En ik heb gelezen dat daar wat ophef over is gekomen. Waarom? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, daar weet ik niks van. Volgens mij is dat ook niet bewust gedaan. Daar hebben we absoluut niet over gesproken. Dus ja. Dat is niet iets waar ik jou mee kan helpen. Nee, maar het is ook niet zo dat je denkt van ik trek het niet meer aan.
Nee, ja, zeker. Dit is gewoon een onderdeel. En deze shirts zijn doorgegeven aan de FIFA. En wij hebben er niet heel veel van te vinden welk shirt ik aan moet trekken. Nee. En de kleur van het shirt bepaalt ook niet of jij een bal wel of niet tegenhoudt? Nee. Iemand anders moet er naar kijken. Dankjewel. Alsjeblieft, hè. Proberen. Dankjewel. Hoe is het met de keel eigenlijk? Ja, goed. Nergens meer last van? Nee. Hoe was de vrije dag? Ja, was leuk. De dag ervoor waren we niet vrij, maar hebben we ook zeg maar vrije tijd gehad. Dus dat was top. Gisteren zijn we nog even op het bootje geweest dan met de groep. Dus dat was hartstikke leuk. Had je het nodig? Nee, het is niet zo dat ik het per se nodig had, maar het was wel aangenaam. Ja, is het na 3 weken ook wel even lekker om een beetje de spanning eraf? Ja, ik denk dat het wel lekker is om dan af en toe een dagje te hebben dat je helemaal niks hoeft, zeg maar. Dat je een beetje kan doen wat je wil, dus dat is altijd lekker wat ontspanning. Ben je elkaar al zat eigenlijk? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Hartstikke leuke groep. Ik vind het elke dag hartstikke gezellig. Misschien dat jongens mij wel zat zijn, maar voor zover ik weet het niet. Hoezo? Ja, dat weet ik ook niet, maar ik spreek vanuit mezelf natuurlijk. Zou jij jezelf na 3 weken zat zijn? Nee, ik niet. Het is een speciale band, daar hebben jullie het altijd over. Maar merk je dat dan ook op een dag als gisteren, dat het allemaal heel soepel gaat? Of? Ja, elke dag wel. Ik bedoel, het is hartstikke gezellig in de groep. En als we bij elkaar zijn, is het altijd lachen. En gewoon gezellig. Dus wat ik zeg, dat zit wel goed. Ja, de bondscoach doet daar vrolijk aan mee. Als je die relatie zou moeten omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Tussen de coach en de spelers? Ja. Ik denk dat hij hartstikke goed is. Ik denk dat hij heel goed in de groep ligt. En dat hij, voor zover ik weet wat hij zegt, vindt hij ons ook een mooie groep. Hij is wel duidelijk de leider. Hij heeft echt autoriteit. Ik denk dat dat ook wel goed is en nodig als trainer. Want daardoor is iedereen wel gedisciplineerd en blijft de scherpte. Dus ik denk dat dat de perfecte combinatie is. Ja, maar is het een andere relatie speler-coach dan jij met andere trainers hebt gehad? Ja, iedere trainer is daar wel anders in, denk ik. Deze trainer heeft denk ik van nature heel veel autoriteit. En ik denk dat dat wel goed is. Argentinië, hoe gaan we dat doen? Ja, dat gaan we bekijken de komende dagen. Maar Argentinië is natuurlijk een topploeg, maar wij zijn dat ook. En het wordt een hele mooie wedstrijd. Maar het is lastig om nu al te zeggen hoe we dat gaan doen. Maar ik heb er wel vertrouwen. Ja, ben je onder de indruk van ze tot nu toe? Ja, wat ik zeg, het is een topploeg, dus het zal een lastige wedstrijd worden. Maar ik denk dat zij precies hetzelfde naar ons kijken. Dus 50-50. Ja, in 2014 lukte het eigenlijk prima om ze in bedwang te houden. Ja. Kan dat nu ook? Ja, ik denk dat we het ook willen beter doen dan in 2014, want we willen winnen natuurlijk. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat wij het op kunnen nemen tegen Argentinië. Ja, moet je het echt met z'n allen doen? Waar zit hem de crux? Jawel, ik denk dat we als team heel goed moeten zijn. Dat wij goed moeten spelen. Proberen dominant te zijn tegen Argentinië. Wedstrijd domineren. En daar gaan we voor. Ja, dan kijkt iedereen natuurlijk naar Messi. Ja. Hoe gaan we die aan banden leggen? Is dat inderdaad ook wel de belangrijkste taak? Of zeg je van nou... Nou, ik denk dat we als team vooral een stuk beter moeten zijn dan Argentinië. En wat ik zeg, de wedstrijd moeten domineren. Maar natuurlijk, Messi is de gevaarlijkste man. Maar... Ja, jij weet hoe je hem moet tegenhouden. Nou, dat niet. Ik ken hem, maar ik weet niet hoe ik hem moet tegenhouden. Ik ken hem wel, maar wat ik zeg, hij doet al 15 jaar, maakt hij het verschil. Dus ik denk niet dat er één manier is om hem te stoppen, want dan had iedereen dat wel gedaan. Dus ik denk dat wij gewoon moeten zorgen, wat ik zei, dat wij als team heel goed zijn en de wedstrijd domineren. Ja, kun je hem afstoppen inderdaad? Of moet je ook mee leren leven dat hij er misschien wel een paar keer doorheen loopt en het op een andere manier oplossen? Nou, hij heeft natuurlijk heel veel kwaliteit, maar je moet er nooit mee leven dat iemand er zomaar doorheen loopt. Daar moet je nooit mee leren leven, maar wat ik zeg, hij heeft heel veel kwaliteit. Dus als hij vaak in goede posities komt, dan gaat hij waarschijnlijk ook wel wat goeds doen met de bal. Maar wat deed jij op de training om hem af te stoppen? Ja, training is natuurlijk wat anders, maar over het algemeen maakte hij op de trainingen wel het verschil. Dus dat viel tegen, maar... Ik denk dat we het als team af moeten stoppen en niet per se dat het voor één iemand een taak is. Ja, heb je eigenlijk nog contact met hem gehouden? Ik heb af en toe wel eens contact met hem gehad, maar het is niet zo dat ik elke maand of week met hem app. Nee. Of bel. Je hebt niet een close band met hem? Nee. En nu in de aanloop naar deze wedstrijd ook niet? Nee, ik heb hem nog geen berichtje gestuurd en hij mij ook niet. Dus, ga je dat nog doen? Nee, dat ben ik niet van plan. Je ziet hem wel. Ja, als het goed is, zie ik hem vrijdag. Hij ziet jouw achterkant.
Ah, ja, dat is te hopen. Dankjewel. Graag gedaan.